Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar GPTV. Beginnende innovatieve bedrijven, bedrijfsleven en investeerders vinden elkaar tijdens het netwerkevent Startup Fest Europe dat deze woensdag op meerdere plaatsen in Nederland plaatsvindt. De Watercampus in Leeuwarden was een van de locaties van het evenement waarbij start-ups op het gebied van watertechnologie zich presenteerden. Deze week werd bekend dat Prins Constantijn de opvolger wordt van Nelly Smit-Kroes als ambassadeur van Startup Fest. Woensdag was de prins in Leeuwarden voor een van zijn eerste officiële handelingen als ambassadeur, de opening van dit Watertechfest. Vandaag gastheer van het Watertechfest, een mooi evenement voor start-ups lijkt mij. Ja, wij zijn er ontzettend blij mee dat we zo'n groot event hier naartoe hebben kunnen halen en dat er 200 mensen uit de hele wereld hierop afkomen. Want het is niet alleen hier dat Startup Fest. Nee, het Startup Fest Europe dat is deze week is gisteren begonnen in Amsterdam en het is nu door heel Nederland. Volgens mij zijn er wel iets van 15 of 20 events vandaag, morgen en overmorgen. Vandaag zullen er wel een stuk of 10 tegelijkertijd zijn, maar allemaal voor verschillende sectoren. Voor watertechnologie is het uiteraard in Leeuwarden, zou ik zeggen. En hoog bezoek, want hij had voor al die andere locaties kunnen kiezen, maar Prins Constantijn komt naar Wetsers. Ja, die zet zijn prioriteiten dus goed in mijn ogen. Maar hij is hier een uur en daarna moet hij door naar Enschede en daarna gaat hij naar andere fest. Dus het is net als met Bevrijdingsdag, van hot naar her. Maar we zijn heel blij dat hij het hier komt openen. Ja. A pump in a room that fills with water and you have to keep pumping to stay dry. And of course in a certain point you get tired and you drown. And this was the metaphor for the Netherlands. Luckily enough we always found new muscle to keep the pump going and we found other ways to avoid drowning. Ik ben vandaag in Leeuwarden voor het Watertechfest, onderdeel van het Startup Fest. Als kerstverse ambassadeur, van harte ermee. Ja, dank u wel. Het Startup Fest, het Watertechfest, wat houdt er precies in? Dat houdt in dat we proberen start-ups te verbinden met alles wat ze nodig hebben. Dus dat zijn de investeerders, dat is talent, dat zijn potentiële klanten. En want die hebben het wel eens moeilijk daarmee. Dus we proberen aan de andere kant weer ook even nadruk te leggen op het belang van ondernemerschap en van innovatie. En dat in het zonnetje te zetten. Maar we hopen echt dat er ook wel deals uitkomen. Maar being great alone is not going to bring you anywhere. You have to export that. You have to work in collaboration. I think this event shows that, you know, coming here means that you'll be going out. And you're going out to collaborate, to find new opportunities together to solve and tackle some of the really, really hard problems that the world is facing. Een van de bedrijven die zich presenteerde was LG Sonic uit Zoetermeer. Ze hebben een systeem ontwikkeld om algen in het oppervlaktewater te detecteren en uit te schakelen. Wij bij LG Sonic geloven erin om chemicaliënvrij water te behandelen. En we hebben daarvoor een boei ontwikkeld die algen kan bestrijden op grote oppervlakken water, bijvoorbeeld reservoirs of meren, op een milieuvriendelijke manier met ultrasoongeluid. Wat het ultrasoongeluid eigenlijk doet, is het maakt een druklaag bovenop het water, waarin dus aan het oppervlak de druk het hoogst is. En daardoor worden de algen naar beneden gedrukt, dieper in de waterlaag. En algen hebben zonlicht nodig om te kunnen groeien. En doordat zij dus dieper in die waterlaag komen, krijgen ze minder zonlicht en kunnen ze niet meer tot bloei komen. Waar wordt deze uitvinding toegepast? We zijn actief op dit moment in 14 landen. Onze grootste markten zijn in Amerika, maar ook in Colombia, Chili, Peru. We zijn bezig in Singapore, Maleisië, Australië. Dus eigenlijk al best wel veel landen. Ik hoor Nederland er nog niet tussen. Nederland hebben we ook ondertussen een installatie in Zoetermeer. In Zoetermeer, kijk. En dan bevindt hij zich nog in de testfase of hoe moet ik dat zien? We hebben in maart hebben we hem geïnstalleerd. En het is de bedoeling dat hij dus inderdaad bacteriën en algen detecteert op het water. Iets wat waarschijnlijk wel gaat spelen als de temperatuur weer stijgt. Ja, zeker. Meestal komt dat zo'n beetje rond juli, augustus komen bij ons op problemen met blauwalgen. Dus willen we ook echt in het begin van het seizoen willen we graag ook al de systemen geïnstalleerd hebben. Op die manier kunnen we ook al wat waterkwaliteit data hebben voordat we echt moeten gaan beginnen met behandelen. We hebben her en der in het land vandaag dat Startup Fest. Hier in Leeuwarden specifiek het Watertechfest. Dus allemaal uitvindingen gebaseerd op dat water. Ook belangrijk heden de dagen? Ja, het is superbelangrijk. Het wordt steeds belangrijker. Steeds meer mensen. Met klimaat hebben we klimaatverandering. Hebben we problemen met soms te veel water en weer droogte. Dus watertekort, waterovervloed. Dat wil je proberen te managen. Nou, dat is wat we hier doen. Ten slotte, voor een start-up, wat is belangrijker, het zaken doen of de creativiteit? Voor mij is het belangrijk om een doel te hebben. En het is niet een doel van geld verdienen. Geld verdienen komt daarna, maar je moet een doel hebben wat je wil bereiken. Dat is ook de enige manier hoe je mensen kan motiveren, hoe je partnerschappen aan kan gaan. Dus voor mij is het doel.
Thank you very much.